Dagelijks zetten zij, die daar zitten, filmpjes online over ontbijt of dat je net hebt gedoucht of hoe het met je hondje gaat. Maar ook over pesten, over seksualiteit en over nare dingen als ziekte. 3 vloggers en ze bereiken dagelijks 1 miljoen kijkers ongeveer. Rutger. Rutger Vink, Monica Geuze en Jill van Doorn. Jullie komen van de Feet Awards, hè? Dat is waar de beste vloggers van Nederland... Hoe was het daar? Gezellig, vooral. Ja? Is iedereen, want jullie hebben... Laat even de camera zien die je hebt. Toen het voor het programma komt, toen zaten jullie allemaal... Waren jullie zo, is iedereen alleen maar bezig met die camera daar? Spreek je elkaar zo? Nee, dat valt wel heel erg mee, hoor. Nee, ja, af en toe film je even wat gezellige dingen tussendoor. Maar ja, je bent meer gewoon met elkaar gezellig bezig. Je voelt het ook vooral wel aan. Zeg maar, als de een gaat vloggen, dan gaat de ander ook ineens vloggen. En dan de rest voer je gewoon een gesprek. We praten wel met elkaar. Ja. Is het een baan? Ja. Fulltime? Ja. Voor jou ook? Ja. Jill? Ja. Een fulltime job? Ja. 1 camera? 1 camera. Ja, eigenlijk 2. Oké. En monteren ook nog een beetje? Ja. En dat doe je gewoon thuis in de woonkamer of ergens op een apart plekje? Ja, maak je... gewoon thuis. Ja? En hoeveel... Hoe leef je ervan? Hoe leef je ervan? Door middel van advertenties en campagnes. Oké, laten we eerst eens even kijken. Hallo familie, ik ben Rutger en fabulous dat je naar deze nieuwe video kijkt. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Waarschijnlijk is het echt de 10e keer dat ik het begin van mijn eerste vlog opneem, maar ik weet niet echt hoe ik het moet gaan doen. Oh my god, ik durf niet eens naar die rand. Serieus niet. En er ligt een dode meis in mijn kamer en ik word zo paniekerig wakker. Ik kan hier echt niet. Ik ben zo fucking bang. Hallo Eddie. Hallo. Wil je ook nog wat zeggen in mijn vlog, Eddie? Kijk allemaal op het YouTube kanaal van Coco Jill, Eddie de Clown. God. Die clown is wel gearresteerd, mag ik hopen, of niet? Ja. Ik zag bijvoorbeeld bij die hoge duikplank, dat heb jij dus met 2 camera's gedaan ook. Of heb je 2 keer gesprongen? Nee, dat is met 2 camera's inderdaad. Een hele productie voor mij. Ja, dus je bent dan echt met een hele productie bezig om dat kleine dingetje... wat je eigenlijk min of meer en passant doet. Ik ga van de hoge duikplank af om dat goed voor elkaar te krijgen. Ja, klopt. Ja. Om mijn hoogtevrees te overwinnen. Dat was het verhaal? Ja, in 2 keer. Ja, de 4e dag ging ik parachute springen. Dus het werd zeg maar steeds erger. Ja. En ben je nou nog steeds alleen? De video's maak ik alleen. Ja, ik heb wel een mediabureau als het ware die dan inderdaad ervoor zorgt dat ik ervan kan leven. Door middel van campagnes die ik doe. Maar ja, het bedenken en het uitvoeren, dat is 90% van de filmpjes doe ik dat alleen. Ja. Wat is campagnes doen? Is dat reclame regelen? Oh, dat is campagne. Ja. Ja. Geef eens een voorbeeld. Maar je wordt benaderd door bedrijven. Van, goh, je hebt zoveel volgers, we willen graag bij je adverteren. Ja, nou ja, goed. Wij spreken een hele jonge doelgroep aan. En die doelgroep is lastig te bereiken tegenwoordig via televisie of radio. Dus ja, er komen af en toe komt er een bedrijf. Dus krijg je een mailtje van, hey, we hebben dit product. Of ik werk zelf meer met maatschappelijke instanties. Ik heb laatst voor de politie een campagne gedaan voor Zo Eet Nederland. Dus ik zit niet heel erg op de producten, maar ik zit meer op de maatschappelijke campagnes. En dan maak je daar een video voor. Dus ik bedenk eerst zelf een video, een concept. Ja. Als ze dat leuk vinden, dan ga ik het maken. Als ze het niet leuk vinden, dan hebben ze pech. Dan doe ik het niet. En hoe jong is jong? Want je zei een jonge doelgroep. Is dat 12 of 18? Of wat? Mijn kijkers zijn meestal tussen de 12 en de 18 of middelbare scholieren. Hoe is dat bij jou, Jill? Ja, hetzelfde wel. Ja. Ik denk dat dat sowieso bij ons alle 3 wel hetzelfde ligt. Ik hoorde vandaag trouwens dat ik mijn statistiek te bekijken. En bij mij is toch het grootste deel wel tussen de 18 en de 24. Wanneer houdt het op? Ja. Maar het komt wel... Enig idee? Ja, ik bedoel, zijn mensen op een gegeven moment er klaar mee? Haar opa kijkt het ook. Dus het verschilt gewoon heel erg. Ja. Maar het is sowieso moeilijk om het goed te kunnen inschatten. Want heel veel kinderen die zeggen dat ze ouder zijn als 18... omdat ze dan alles kunnen bekijken. Ja. Dus hoe oud ze echt zijn, dat kun je niet volledig zien. Op internet kan je alles zeggen eigenlijk. Ja. Ik wil een paar dingen doornemen. Want... jullie doen ook serieuze dingen. Je laat ook dingen zien waarvan je denkt, nou, Monica, jij voelt je niet goed. Je bent depressief. En je denkt, ik laat dat toch even zien. Dus laten we eerst even kijken. Ja. Toen heb ik die zomer even mijn vader besloten om weg te gaan bij ons gezin en verder te gaan met een andere vrouw. Eerst dacht ik dat aan die school lag, toen dacht ik dat het lag en dat ik thuis woonde. Nu denk ik van, oh, het ligt aan dat je ouders niet bij elkaar zijn. Ja, toen heb ik eigenlijk het eerste jaar dat ik in Amsterdam woonde, tenminste het eerste halfjaar misschien, heb ik eigenlijk echt heel erg veel gewoon in bed gelegen en me kut gevoeld en benauwd gevoeld. En
Ja, gewoon dat het eigenlijk helemaal niet zo goed met me ging. Dit laat je ook zien. Ja, het is een beetje alles of niet. Ja. Je vindt dat je dat ook wel verplicht bent aan de mensen die jou volgen? Ja, enigszins wel. Want toen ik me dus een periode niet zo goed voelde, toen, dan ga je gewoon minder uploaden. En op een gegeven moment verwachten wel elke keer je abonnees dat er een video online komt. Ja. En als die dan niet online komt, dan krijg je best wel een shitload aan negatieve reacties over je heen. Van ja, er is geen vlog, je kan het niet en bladibla. Ja. En dan voel je toch wel verplicht je te verantwoorden. En als je 365 dagen per jaar vlogt, niemand voelt zich 365 dagen per jaar goed. Maar dit ging, als ik het goed begrijp, dat jouw vader het ouderlijke of het echtelijk huis verliet. Dit gaat over scheiding. Dus. Ja, deels ging het. En dat is iets wat natuurlijk veel jonge mensen meemaken, dat gebeurt. En reageren die, is dat ook dat zij dus heel erg daarop reageren? Ja, ik merk wel dat heel veel mensen daar, heel veel kijkers daar toch wel een soort van iets uithaalden van, goh, mijn ouders zijn net gescheiden en ik vind het heel moeilijk om mee om te gaan. Heb je misschien tips voor me? Of dat ze zich er toch in konden vinden, eigenlijk. Jill, jij hebt ook zoiets. Maar ook dat je een heel intiem moment deelt. Namelijk, het gaat over jouw zus, hè? Ja. Ja, en jouw zus gaat dood. Ja, is inmiddels overleden. Juist. En laten we even een klein stukje zien. Ja, ik ga dus naar mijn zus toe om afscheid van haar te nemen. Ik zou er eigenlijk tussen 11 en 12 zijn. Het is al bijna 12:30. Wij hebben vandaag afscheid genomen van mijn zus. Ik heb tegen haar gezegd dat ik van haar hield en hoi. Hallo. Ja, het is heel erg onwerkelijk allemaal. Ik geloof het ook niet helemaal. En is het ook niet ongemakkelijk om dit soort dingen te delen? Nee, ik ben altijd heel persoonlijk geweest naar mijn kijkers. Nou is dit sowieso een verhaal wat ik niet meteen vanaf het begin heb gedeeld, bewust ook. En ook omdat het gaat niet over mij. Kijk, bij Monica die voelt zich dan zelf niet goed. En bij mij was het echt, het gaat echt over mijn zus. En dat vond ik heel erg moeilijk om dat ook naar buiten te brengen. En ik vond dat ook net een deeltje privé te ver. Maar op een gegeven moment kwam ik tot een punt. En dat was, ik vlogde natuurlijk dagelijks. En dan laat je alles zien van je leven. En mijn zus was al terminaal ziek. En zij werd geopereerd op mijn verjaardag. Maar had je je zus ook al geïntroduceerd bij jouw volgers? Kennen die jou? Nee, ze wilde niet in beeld. Later vond ze het oké. Een paar maanden terug vond ze het goed. En zij wilde nooit in beeld. En we wilden ook allemaal eigenlijk dat we dit niet gingen delen. Maar toen zij geopereerd werd op mijn verjaardag, ja, toen liep ik een beetje tegen zo'n struikelpunt aan van ja, hoe gaan we dat dan doen? Want ik kan niet ineens die dag niet vloggen, want dan gaan ze zich ook dingen afvragen. Maar is het zo dat jullie publiek zo ontzettend dwingend is? Want jij zegt, je krijgt meteen een shitload over je heen als je niet uploadt. Dat is nogal wat. Ja, aan de ene kant is het soms vervelend. Bijvoorbeeld als ik een dag niet upload, maar ik post wel iets op Instagram, dan is de enige reactie die ik krijg is waar is je vlog. Ja. Maar aan de andere kant is het ook wel weer een ding van erkenning, want je doet het daar wel voor. Als je de kijkers niet hebt, dan kan je zelf ook niet. Maar je wordt ook compleet geleefd dan door je publiek, toch? Ja, uiteindelijk is het ook een beetje je eigen keuze. Dus als je ervoor kiest om het te doen, dan moet je het ook helemaal doen. Of niet? Rutger, over geleefd worden. Jij hebt je coming out beleefd eigenlijk op een vlog. Voor de tweede keer. Tenminste, ik heb als het ware ook een online coming out gehad. Mijn ouders wisten het al. 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar, zoiets. Maar op een gegeven moment moest ik het ook wel in een video inderdaad bespreken. Moest? Waarom moest? Omdat ik een vriend kreeg. Ja. En nog steeds heb. En we veel foto's samen plaatsten. En ik daar echt per foto wel 1000 vragen op Instagram kreeg. Wie is hij? Is het je vriend? Is het niet je vriend? Sommigen zeiden dat het familie was. Dus ik moest het gewoon op een gegeven moment voor mezelf dan maar echt zeggen. Zullen we even kijken? Dus, ja. Jarenlang voelde mijn homoseksualiteit als een beperking. Dat ik niet de vrijheid had om te gaan en te staan waar ik wilde. Liefde is geen keuze. Ik baal er gewoon van dat ik de hand van mijn vriend niet kan vasthouden als we op straat lopen en een groep mensen tegenkomen. Omdat het veiliger is om het niet te doen. Heb je veel reacties gekregen? Ja, dit was echt niet normaal. Het verhaal gaat over hoe mijn coming out was op de middelbare school. En ik wilde het verhaal delen eigenlijk ook om mijn kijkers die nu op de middelbare school zitten te laten weten hoe het is als mensen daar niet goed op reageren. Wat het met je doet, want ik durfde de straat niet meer op.
Het was als het ware uitgelekt dat ik op jongens viel. En dus ze stonden aan mijn deur te schreeuwen. Rutger, homo. Nou, ik zal niet alle woorden nu zeggen, maar het ging heel ver. Ik durfde niet meer de straat op, niet meer naar school, niet meer sporten. Op dagen als Koninginnedag bleef ik binnen. Want ja, je zou maar gezien worden en mensen vragen of het waar is, of misschien wel uitschelden. Nou, ik durfde gewoon niks meer. En toen ik een foto met mijn vriend plaatste, dat we 8 maanden samen waren, kreeg ik zulke nare reacties dat ik eigenlijk bang was. En dat ik het gevoel van die tijd weer terugkreeg en bang was dat mijn kijkers, die misschien een aantal zijn, zullen er ook op jongens vallen of op meiden, bang waren om zelf een foto te plaatsen op Instagram. Omdat ze denken, oh, Rutger krijgt dat, als Rutger dat soort reacties al op zijn foto krijgt, ja, hoe zou het dan bij mij gaan als ik op een gegeven moment een vriend of vriendin heb? Ja, en dat kon ik gewoon niet meer, ja, hebben. En daarom wilde ik hier een statement maken met die video. En ja, dat verhaal, 's ochtends kende 5 mensen dat verhaal van mijn coming out. En die avond was het overal tot aan het RTL Nieuws. Het. En goed, ja, dat was ook weer, nou, aan de ene kant wel een soort van de bedoeling, maar ik had het een beetje verkeerd ingeschat. Ja, je bent mensen dan tot steun, in feite. Nee, ik heb heel veel, echt ontelbaar veel goede reacties gehad. En bedankjes eigenlijk. Ja. En de video wordt nu ook laten zien op middelbare scholen tijdens voorlichtingslessen. En ja, daar krijg ik gewoon zelf kippenvel van. Wil iemand hier vloggen aan tafel? Of doet iemand dat? Ik heb Ronald Plasterk heeft wel filmpjes gemaakt toen hij aan het campagne voeren was, bijvoorbeeld, ja, voor het lijsttrekkerschap van de Partij van de Arbeid. Nee, maar dit is echt een relatie met je publiek, wat je opbouwt en wat inderdaad iets tegen zou voor politici ook niet slecht zijn om een relatie met het publiek op te bouwen. Nee, dat is een idee. Ja. Ik heb bij Twitter heb ik wel eens dat mensen zeggen dat het een bij Twitter, ik Twitter veel. En dan, daarvan zeggen mensen wel eens, het is een soort van exhibitionisme. Hè, van waar moeten mensen weten wat je dan doet? Ik bedoel, Twitter heel veel werk gerelateerd, maar ook wel eens iets privés. En dit is eigenlijk een nog veel extremere vorm van exhibitionisme. Ja. Van, is het nou, is dat het? Of is het, vind je het belangrijk dat je mensen wil helpen? Of is het een mix? Het gaat niet alleen om helpen, maar het is meer, er is gewoon vraag naar. Er is, zeg maar, als je kijkt naar de Kardashians, die hebben al 10 seizoenen online. Alleen het enige wat ze hebben gedaan in die 10 seizoenen is hun nagels gelakt en een salade gegeten. Ze hebben niks gedaan, maar toch wordt het massaal bekeken. Mensen vinden het gewoon leuk om in iemand anders leven te creepen, eigenlijk. Ja, maar voor jou, Roes, of niet? Ja? Nee, het is niks voor mij. Nee? En ik denk dat zij niet naar mij komen kijken. En ik denk ook niet dat ik naar hen heel ga graag. Kijken. Echt? Ja. Ja. Nou, echt? Oh, dat vind ik tof. Kijk. Leuk. Nou, daar heb ik me dan... Je hebt er al 1 binnen. Die andere 2 twijfelen misschien nog. Dus daar moeten we in dit gesprek dan even wat aan doen. Ik vind het mooi dat ze doen, maar ik vind het heel lastig. Ik zou dit soort dingen liever willen zien van mijn eigen vrienden. En ik vind het best lastig om dat van andere mensen te zien. Ja, maar de kijkers hebben een beetje het idee dat ze je vrienden worden. Want ze kennen jou door en door. Als ik kijkers tegenkom, weten ze alles over mij. Wordt het geen tijd voor wat nieuwe vrienden? Nee, ik heb vrienden zat, Roen. Ja.